Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer, was vrijdag 19 oktober op werkbezoek in Werkendam. Ze was daar op uitnodiging van het CDA Altena om te praten met ondernemers uit Altena. Ik ben hier vandaag op bezoek bij de mensen van CDA Altena om ook te praten met ondernemers. En het is geweldig om hier te zijn. Ik kom zelf van een vissersdorp, dus alles wat aan het water ligt, dat raakt mij altijd direct. Wat ik verwacht is een gesprek met ondernemers om van hen te horen waar zij nou tegenaan lopen. En daar waar dat vanuit het Rijk komt, kan ik dan vervolgens kijken hoe ik ze daarbij kan helpen. Ja, we hebben staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken uitgenodigd om in Altena met ondernemers hier in gesprek te gaan. En de bedoeling is dat zij kennis neemt van die prachtige ondernemers die wij hier in Altena hebben. En ook die ondernemers de kans geven uitdagingen en vraagstukken met haar te kunnen bespreken. Hoe gaat het met de ondernemers in Altena? Nou, als ik zo hier in Werkendam rondkijk, maar overal eigenlijk in Altena, gaat het met onze ondernemers denk ik heel goed. Volgens mij moeten we als Altena ook trots zijn op wat hier allemaal gebeurt. Er is ontzettend veel kwaliteit en passie en betrokkenheid van ondernemers. En het is belangrijk om dat vast te houden en te stimuleren de komende jaren.